dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik heb echt heerlijk gedoucht, ben net wakker en we hebben een douche genomen, Marion en ik, allebei in een grote badkamer. En natuurlijk even opgepast met de nieuwe tatoeage die we hebben. Ik hier de smiley en Marion die heeft ook twee nieuwe. Dus ik heb even het velletje eraf gehaald, even neutraal gewassen en toen weer een nieuw velletje erop gedaan. En het ziet er echt keurig uit, super strakke lijntjes, heel blij mee. Zo mooi Knolpower logo erbij. Hier natuurlijk mijn eigen Knolpower logo. Maar we hebben een klein probleempje. Ik ga jullie eventjes meenemen naar de kleine badkamer. Ik wilde namelijk naar de studio lopen. En toen dacht ik, toen stond ik hier bij de jas en toen dacht ik, wat hoor ik? Shhh. Ik denk, hè? Is er iemand aan het douchen bij mij? In de kleine badkamer? Maar ik ben alleen met Marion. En Marion die is nog in de slaapkamer. Hoe kan dat nou? Nou, als Marion nu het water erop zet, dan zul je het wel merken. Let op hoor. Nu is er nog niks aan de hand. Maar als er eenmaal het water erop staat, hoor dan. Dat gaat niet helemaal goed. Dankjewel, Myron. En het water gaat er weer af. Dus zo kwam ik de kleine badkamer binnen. En ja, hebben we alles even eruit gehaald. En je ziet het gewoon spiegelen op de grond van dat het helemaal nat is hier. Dus dat moeten we nu even droog maken. Even een mooi kraantje erop gezet voor de vlog om te laten zien wat er gebeurde. Dus ja, dat moeten we even droog maken. En ik heb in de tussentijd al eventjes snel voordat ik ging filmen de loodgieter gebeld. Want ik dacht dat is belangrijk, moet zo snel mogelijk opgelost worden. Dus maar die kan vandaag niet nu meteen met spoed komen. Dus dacht ik van weet je wat, dan maak ik gewoon een afspraak van morgen in de ochtend heel vroeg. En dan vandaag doe ik gewoon de kraan dicht. En als we dan een keer iets nodig hebben, doen we heel even de kraan aan en weer uit. En ja, we hebben allebei al gedoucht. Dus ja, ik denk dat dat het beste is, toch? Ja, dan doen we nu gewoon in handdoeken en maken we het even een beetje droog. Ja, laten we dat maar doen. Zo, dat gaat wel een paar handdoeken kosten, denk ik. Ja, die moeten we ook uitbrengen boven die emmer. Holy moly, het ligt echt wel zo'n laagje, denk ik. Nou, we gaan even lekker ringen. Nou, hier zijn we even zoek mee. Dus ik ga de camera wegleggen. Dan ga ik Marion even helpen. Maar wat sowieso super leuk is, is dat we gaan naar Open Oma vandaag. Die staan op de camping. En volgens mij hebben best wel veel van jullie op de camping gestaan. Dus ik hoop dat jullie het allemaal enorm naar jullie zin hebben gehad. Want vakantie is een mooie tijd. En wat een bizar weer qua hitte. Is echt niet normaal. Vandaag wordt volgens mij eerst voor de eerste keer weer een klein beetje minder met wat bewolking, dus dat is op zich ook wel weer lekker. Maar goed, als er dan weer regen is, dan klagen we weer van, oh, is er maar weer zon, dus ja, je weet hoe het gaat, standaard verhaal. Maar goed, ik ga even de kamer wegleggen, ga ik Marion even helpen, ga het even fixen, even omkleden. Ik heb een nieuwe peace broekje aan van Knolpower. Ik ga ook nog even een nieuwe peace shirt aan doen straks. Mocht je nog iets vets willen van de peace collectie van Knolpower, check even het linkje in de beschrijving of check hier even knolpower.nl en check de peace collectie. Kijk eens eventjes aan. Wauw. Hallo, hallo. Lekker hoor. Even een ontbijtje opgehaald. Heerlijk. Dan kunnen we mooi doorrijden naar Open Oma. Daar zouden we eigenlijk al over een kwartiertje zijn. Maar ja, dat ging dus even niet lukken door de lekkage. Maar we gaan nu onderweg. Geen probleem. We hebben even alles schoongemaakt, alles opgelost. En wat ik al zei, morgenochtend komt dus de loodgieter. Dus dat is helemaal perfect. Ga goed met de tattoo, of niet? Ook op je hand. Ja, het ziet er zo clean uit, hè. Hoe dan? Hoe kan Sarah zulke dunne lijntjes zetten? Ze zei wel, kleiner dan dit eigenlijk kan niet. Nee. Maar dit is ook echt. Hoe het hersteld. Want hier, bij deze, zie je soms wel een kleine opening, zeg maar. Ja, maar dan kan weer bijgewerkt worden. Dat zei ze ook al, ja. Ja, klopt. Stel voor het gaat nog wel een beetje brokkelen of iets, dan kan het weer bijgesteld worden. Klopt. Dus helemaal prima, hè? Ja, echt super nice, hoor. Ik vind ze allemaal echt mooi. Ja? Ja. Thanks. Hier het hartje. Wat eigenlijk niet echt een hartje is, meer is gewoon lijntjes. Ja, vind ik leuk. En dan hier, focus. Ja, echt mooi. Ik ben er blij mee. Dan gaan we even lekker een croissantje eten. Lekker croissantje? Jij hebt wel een croissantje gehad. Jij vroeg me wat ik wilde. Croissantje en een lekker koffietje. En dan gaan we even naar Open Oma op de camping. Dit geluid heb ik wel eventjes niet meer gehoord. Wow, regen. Yay. Voor de plantjes en het gras. Zo, dan wordt alles in plaats van geel misschien weer groen. Ja. Nice hoor. De laatste keer dat we regen hebben gezien was in Noorwegen. Ja, klopt inderdaad ja. In Noorwegen. Oh, wat leuk zeg! Oh, wat grappig van mij. Oh, grappenmaker. Ja, ik heb de grapjas aan. Ja, nou, sterker nog. Heb jij de lolbroek aan? Nee, we zijn allebei heel zomers gekleed. Ja, dat is niet heel fijn. Want maar echt heel zomers. Maar het is wel 25 graden nog, zie ik. Ja, dat is waar. Dus, nou, ben benieuwd wat de rest van vandaag gaat doen. Ik hoorde net zo, oeh. Oh, ik dacht serieus dat je een scheet ging laten.
Ja, zo luisteren en dan in één keer scheet laten, had je ook kunnen doen, hè? Nee, dat doe ik helemaal niet meer. Dat is echt zo'n campinggeluid. Ja. Echt zo fijn, zo'n duif. Dat is echt een campinggeluid. Als het goed is, staan ze hier ergens. Ergens op het veld. Ik weet niet precies waar. Wel hier ergens, geloof ik. Ze hebben toch een vent? Een vent? Ja, die. Oh ja, daar staan ze. Opa, oma! Wat staat alles er mooi bij, ja? Ja. Zeker. Je moet mooi aangekleed zijn. Ja. Hoe is het? Nee. Ja? Alles goed? Ja. Dat is een tijdje geleden. Ja, dat is lang geleden. Jeetje. Ik wist eerst niet meer hoe je eruit ziet. Ik heb jullie zo lang niet gezien dat je bent gewoon 3 centimeter gekrompen. Oh. Dat is niet leuk, hè? Dat is niet leuk. Het gaat erom. Ja. Hey. Alles oké? Okay? Ja, helemaal goed. Ja, mooi. Nee, met jullie ook. Ja, heerlijk. Ik denk dat wij die avonturieren hebben overgenomen van jullie van vroeger. Ja. Dat denk ik, dat zit in de genen dan. Ja. Jullie gingen ook altijd. Heen, nee, maar ik draag het over aan jou natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. Zit het niet bij jou in de genen? Jawel, mijn opa heeft ook al veel gereisd. Oh, ja. Nou, dan heb je het. Jullie zijn nu in Noorwegen, Zweden en ook in Denemarken geweest, Kopenhagen. Ja, klopt. Ja. Ik vond Kopenhagen altijd heel mooi. Ja, Kopenhagen is mooi en die loopt ook voor op de mode. Ja, heel erg. Daar heb ik geen verstand van. Ja, oma weet dat misschien wel. Ja, maar Scandinavisch is sowieso wel. Ja, ik heb een Scandinavisch ingesteld. Ja. Nou, je hebt ook een mooi bloemetjesshirt aan. Ja. Ik weet nog nooit waar mijn roots wegkomen, hè. Ja, die moeten we echt nog een keer doen. Ja, we moeten nog een keer zo'n test doen, dat je kan zien waar je vandaan komt, welke landen. Echt uit Portugal. Maar vandaag is het lekker weer. Heerlijk. Ja, want het is niet zo benauwd. Nee. Een beetje regen. Ja, we hebben gewoon regen gehad onderweg. Ja, echt een bui. Ja, echt een bui. Hoe leeg het hier is. Ja. Maar wij hebben hele leuke boeren. Want, want er is niemand. Nou, er staat niemand. Nou, hun. Oh. Die kiek, hij komt eraan. Hij wil graag met jou op de foto voor zijn kleinzoon. Hallo. Nou, dat kan. Piet. Ja, hele leuk. Ik dacht. Hij maakt helemaal weg van die kerel. Nee. Ja. Ja, niet zo raar. Doe neem, zeg je. Dat komt niet. Piet, kom gelijk. Ja. Hey Piet. Nou, wel mooie haren deed opa niet. Nou, ik, weet je. Hij heeft ook een peacemaker. Ja, daar heb je hetzelfde als ik. Echt waar? Wij zijn verwant met elkaar. Wil jullie drinken? Wat wil je doen? Moet ik wat maken? Moet ik koffie maken? Wil je wat anders drinken? Wat heb jij? Ja, ik weet niet hoe laat jullie willen lunchen. Nou, als jullie nou zin hebben. Of een half uurtje of zo. Ja, is goed. Ja? Doe eerst hier even drinken. Je hebt het mooi voor elkaar hier. Ja, leuk hè? Ja, zeker. Ja. Wat bloemetjes. Ja. Bloemetje. Wow, dit is ook handig. Dat dit hier gewoon. Oeh, er zit een spin op. Ja? Oeh, hele, hele rare. Oh ja, een hele grote. Geen hornhaar. Zie je dat? Ja, er zit een hele grote spin op. Hele aparte. Oh, gaat ja. Henk, dat is zo langpotig. Doe hem weg, doe hem weg. Ja, hij is nu gevallen. Als je me niet zo in de zet komt. Ja, weg. En ja, ik heb een pak hem vast, maar ik heb zijn poot in mijn hand. Nou, weg met die poot. Ja, weg met die Straks poot. Straks haalt hij hem weer op. Oh, er zit een wesp bij je. Wesp bij je. Ja? Je schouder. Toe, Henk. Hij zal daar horen. Ik wil iets laten zien. Nou. Wat ik nog helemaal niet heb laten zien. Nou. Verrassing. En wat is dat? Ik heb een nieuwe tattoo. Zal wel. Ja, je hebt het nog helemaal niet gezien ook gewoon. Wat zie je dan? Op mijn knie. Kijk, ik heb hier mijn knolpauwen tattoo. Ja, ik zag wel zo'n ding. Ik denk, wat heb je daar? Wat denk je dat ik hier heb? Miron. Miron de naam? Ja. Oh, dat is leuk. Is dat echt een tattoo? Ja. Oh, dat is wel grappig. Nou, dit vind ik allemaal leuk. Moet je wel om lachen als je die ziet. Ja. Ik heb een nieuwe tattoo. Nee, ik dacht net, ik zou vragen. Ik dacht dat ik... Plakpleis. Dit is een echte. Nee, is echt. Ja, je lul. Ja, dat is een echte. Nee, dan kun je er zo hard trekken. Dat is echt zo. Nee, dat moet eerst. Als je een tattoo hebt, moet dit erover. Meen je dat? Ja. Om te beschermen. Ja, want kijk, dit is het knolpauwen logo. Dat wist je wel, hè, dat ik deze had. Ja. Dat logo. Ja, maar die slijt er toch weer af, of niet? Nee, dit blijft gewoon een hele leven. En nu heb ik een smiley. Een smiley? Ja, dat zie ik. Ja, een echte. Maar ik zie het papiertje en dan trek je de hele... Ja, dat is voor bacteriën, want ik heb hem gisteren gezet. Oh. En ik mag een week niet zwemmen. Met dit mooie weer. Ja, het regent nu bijna. Had je beter in de winter kunnen doen. Ja, maar vind je het mooi? Ja, heel mooi.
Ik vind het bevrijdend. Ja, prachtig. Het is een leuke smiley, toch? Nee, ook hij denkt echt dat ik grap maak. Ja, maar dat komt omdat het rood is. Ik snap het wel. Ja, maar ik heb te veel maar grapjes. Maar kijk, wat vind je van mij dan? Is dat ook één? Ja. Wat is dat dan voor één? Dat is een hartje. Oh ja, nou zie ik het leuk. Een echte? Dat is wel een echte. Die lijkt meer op een tattoo, hè? Oh, dat is maar een heel kleintje. Ja, ja mini. Ja. Ja, ja maar heeft ook een tattoo op de hand. Ja. Misschien focus. En wat betekent dat? Nou, je bent daarop gefocust. Ja, gewoon gefocust. Ja. Ja. Nou. Vind ik een mooi woord. En, al helemaal met sporten en zo, dat je focus moet houden als je je doelen wil bereiken. Ja, ja, ja. Nou ja, die hoeven wij niet meer op de hand te zetten. Nee. Wij focussen ons op, waar focussen wij ons op? Op de toekomst. Dat de toekomst. Die hebben we niet. Hebben we wel, dat zou niet best zijn. Ja, nou, als je geen toekomst hebt, dan is het gebeurd met je. Als je over de 80 bent, ben hij geen toekomst meer. Dus elke dag is er één. Nou, dan heb je morgen is ook de toekomst, hè? Ja, dat weet ik. Maar niet meer zo dat wij kunnen zeggen, nou, wij kopen over een paar jaar, we gaan sparen voor een camper. Dat is het. Oma heeft het altijd over een camper. Ja. Ja, we moeten eigenlijk, als we open oma zijn, zo'n klikkertje meenemen en kijken hoe vaak oma het woord camper zegt. Nee, maar stel, Enzo en ik bouwen ooit een camper. Dan kunnen we die wel een keertje hier neerzetten en dan kunnen jullie in de camper slapen. Oh, dat zou ik één doen. Dat is een opa en oma caravan. Ja. Ja, open oma caravan, En dat hadden we met die Mike over en af en toe dan appt ze ons en dan is het nog weer opa en oma caravan. Opa en oma caravan, ja, dat zijn jullie eigenlijk nog steeds. Ja, zolang jullie de caravan hebben, is open oma caravan. Ja. Maar je vindt de tattoos wel mooi. Oh, schitterend. Heel leuk. Ja. Subtiel, ja, subtiel. Ja. Dat is een hele goede woord. Ja. En nou verder geen gedoe meer. Want, kijk. Dus wil je niet dat ik een tattoo zet met jouw naam? Nou, zou ik niet doen. Nee? Nee. Weet je wat ik wel heel mooi vind? Janneke, die gisteren ook een tattoo heeft laten zetten, die heeft door haar oma, had ze ooit een brief gekregen. En dan had die oma opgeschreven van, ik hoop dat we elkaar snel weer omarmen. En nu is haar oma helaas overleden, maar heeft ze dat woordje omarmen, wat haar oma ooit in een brief had geschreven, dat heeft ze op haar arm laten zetten. Nou, dat vind ik wel echt super mooi. Ja, vind ik wel leuk. Ja. Ja. Maar niet een portret van jouw gezicht op mijn... Ben je gek, joh. Nee? Gewoon nee. Marietje zo. Nee. Ja, Marietje. Nou, je kunt het beste Maria doen, want dat is mijn officiële naam. En dat is ook iets universeels. Ja, ja en iets gelovigs. Ja, Maria is wel mooi, zijn weer naar... Maria staat. Kijk, dit is al erg genoeg. Dit. Maria staat. Nou, die foto van mij en oma. Maar ik kan natuurlijk... Weet je wat ik ook kan doen? Ik kan natuurlijk ook een tattoo zetten voor jou en voor mama. Dus, dus dat ik zeg maar qua tekst doe, ma... Ja. Hè, van mama ma. Ja. En dan daarna gewoon een rietje. Om te drinken, zo'n rietje. Marietje. Dan staat er eigenlijk ma rietje. Maar dan heb ik eentje voor mama, ma. Leuk, en een rietje. Ja, dat vind ik ook grappig. We hebben hele mooie rietjes. Ja. We hebben hele mooie rietjes. Ja? Moet je ook eentje verzinnen voor opa en Milan eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja, het is leuk, want dat vind ik echt serieus geniaal. Maar opa en oma hebben dat al heel erg lang. Want opa en oma bij elkaar. Opa is Henk en oma is Marietje. Maar als je de eerste twee letters pakt van Henk is dat H-E. En als je de eerste twee letters pakt van oma is dat M-A. Dus samen zijn opa en oma Hema. Ja, inderdaad. Ja, heb jij die rietjes? Ja, zie je wel. Jij zei, ik pak steeds die rietjes in plaats van een vorm. Kan je het niet vinden, opa? Dus ik heb ze weggedaan. En weggegooid? Nee. Ik man, dat waren hele dure rietjes. Maar die zag rietjes. Ik zei, wat moet ik met een rietje? Ik zei, maar rietje is me meer dan genoeg. Oei, oei, oei. Leuke dingen. Ja, oma die heeft altijd alles op een plekje voor zichzelf, denk ik. Even kijken, hoe werkt dit? Deurtje open. Ik ben al lang niet meer in jullie caravan geweest. Nee, ik vind het zo. Het is wel echt ziek groot hier, hè? Wow. Kijk eens. Zo, ja, dit is veel breder dan een camper, joh. Ja, kijk, het is echt breed, hè? Wow, dit is echt groot gewoon. Hier kan je echt gewoon met 5-6 man zitten, zowat. Kijk hoe groot dit is. Ja, dat is wel echt super mooi. En kijk, ze gebruiken nog steeds het radiootje wat ik ooit heb gegeven. Superleuk. Gebruiken die elke dag? Ja, elke dag hebben we de hele dag aangestaan. Radio Gelderland. Oh, waar heb ik ze nou gelaten? Radio Gelderland. Kijk, dit was om die rietjes schoon te maken. Ja, oh ja. Ik grijp iedere keer verkeerd. Ja, dat is waar. Dit moet je in zo'n rietje doen. Zo. Hebben wij dat ook thuis, zo'n ding? Ja. Dan kun je rietjes gewoon maken. Ja. Je bent het gewoon kwijt. Dat is wel bijzonder dat jij het kwijt bent. Ja, ik heb ze ergens neergelegd. Dan moet je even wachten. Oh, waar heb ik het nou neergelegd? Ja, dat is opa's
vol. Ik pak ze iedere keer. Wacht eens even. Ja. Heb je het? Kijk, ik heb ze opgeborgen. Open zeg, ik pak iedere keer het papier. Oh, die hebben wij ook. Oh ja, dat zijn van die harde. Ja, nou, dit is toch leuk. Ja, dat zijn van die harde mooie rietjes. Ja, ja, dat is echt prachtig. Ideaal. Ja, dat zo is mooi. Wow, wij hebben precies dezelfde. Ja. Nou. Zullen wij nu uit eten gaan? Ja. Waar is dat ding nou? Dat ragertje. Oh ja, die heb ik daarin gedaan. Heb ik... Ja. Ja, dit is weer een mooie borstel. Ja, ik wou net zeggen, wat hebben jullie een mooie afwasborstel. Grappig. Voor de camper. Voor de camper. Zo. Nee, dat is zo'n ding. Oh. Wat doet hij? Ik dacht dat het een zuignap was. Ja, ik dacht dat het zuignap was. Dus ik sloeg keihard op het kastje. Ik dacht dat het zo'n plakker was. Ja, Erwin is dus 2,30, hè, zei opa. Ja, 2,30. De bus was 1,90 of zo. En hier stoot je ook je hoofd niet zo snel, hoor. Nou, ik ga er maar eens een dag in leven. Ja, dan misschien wel een paar keer. Wat dacht je van die slaapplaats? Ja, die is ook lekker groot. Ik moet over opa helemaal heen klimmen. Ja, dat is toch prima te doen. Gymnastiek. Vind jij? Ja. Nou, welk tasje neem je mee? Deze. Ja, dat past mooi bij je shirt. Jij bent echt altijd van het matchen, hè? Kleur ja, op kleur. Ja, ja. En dan moet ik nog even maken. En dan ben ik klaar. Oké. Okay. Nou, we nemen opa en oma even mee naar een lunchtentje. Gaan we gezellig even wat smikkelen. Maar dit is wel weer lekker om te zien, hoor. Dit brengen we even terug in die Noorwegen vibes. Lekker op de camping. Het is toch wel erg. Oma heeft geen geduld. Maar jullie hebben nooit ruzie met z'n tweeën? Nee. Nee? Nee. Wel oneenigheid. Nee, wij maken geen. Als wij iets opzetten. Wij waren hier, hè, dit ding. Ja. Hè? Die voortent. Oh ja, die zijkant, nee, dit doek. Die zijkant. Ja. Doen wij die kant, deden we daar. En we komen niet uit, heel raar. Snap je? Ja. Er is een buurman, en die kwam eraan. En die zegt: jullie doen het net verkeerd. Ik had het direct door toen ik het zei. Maar opa zegt: hoe bedoelt u? Weet je wat? Die denkt: van, bemoei je er niet mee? En, nou, ik zei: Henk, dat stuk, hè, die we daar aan, die hoort daar. Het is toch vreselijk. Wij hebben zo erom gelachen. Opa, oma is weer aan het rollen over je. Ja, als ik er niet bij ben, dan ben ik aan de beurt. Zo stom, hè. Zo stom. Maar weet je wat wel echt typisch camping is? Nee? Dat als iemand aankomt, dat iedereen gaat kijken hoe die aankomt. Ja, en maar dat is ook een hele leuke bezigheid. Ja, kijk, en daarom, kijk, zal ik je uitleggen. Als je dit allemaal wegdoet, die verduistering, dan moet jij raden, als we binnen zitten, waar oma zit. Ja, daar. Voor het raam. Voor het raam. Aan die andere kant. Aan de andere kant. En ik moet daar zitten. Zodat je altijd naar buiten kan kijken. Ja, natuurlijk. Ik heb dat enge gevoel. Ik heb een beetje claustrofobie. Ja, daar heb ik last van. Maar dat gelooft hij niet. Maar het is echt... Ja, jij wil gewoon graag loeren. Nee. Wij hadden soms het gevoel alsof we dieren in de dierentuin waren, hoor. Als we op een camping aankwamen met de caravan, of met de camper. Dan ging iedereen bijna gewoon zo... Van, ja, van hoe gaan ze dat doen? Ja. Nou, ja. Even kijken of ze een fout gaan maken. Even kijken of ze aan het stunten zijn. Ja. Weten ze wel wat ze doen? Wat doen die jonge mensen met zo'n camper? Ja, maar dat is zo. Maar dat moet je over je heen laten. Komt er net of het heel dik wordt. Allemaal prikkelingen. Tintelen helemaal. Dus met de pacemaker zit alles goed? Ja. Dus met hart zit goed gezondheid? Ja. Dus als ik dit doe, dan maakt het niet uit. Oh, idioot! Dat vind ik niet leuk. 60 kilometer. Dat is ook niet goed hoor, voor die pacemaker. Want mijn oma is wel gebeld hoor. Ja? Door een figuur van het pacemaker centrum. Serieus? Uit Assen tot Zeeland. Wat dan? Ja, die heeft oma niet meer traceren. Meen je? Ja, die zegt: waar bent u? Want ik kan u niet meer traceren. Wij hebben zo'n ding op ons nachtkastje en dat wou ik niet meenemen. We hebben zo'n telefoontje op het nachtkastje liggen en dan heb je verbinding met het ziekenhuis. Ja. En dan hadden we gevraagd, moet je die nog altijd meenemen? Ja. Ach nee, dat hoeft niet, zeiden ze. Nou, dan doe je het niet. Nee. Maar die schrok wel hoor. Maar het ging wel goed uiteindelijk. Ja, uiteindelijk kon hij je wel weer vinden. Ja, want zij denkt, als ik zei van, nou, we gaan op vakantie, dan wil ik hem eigenlijk niet meenemen als vriend. Maar ja, in ieder geval voor de update voor de mensen die het vroegen, want er waren best wel wat mensen die vroegen hoe het gaat nu met oma met de pacemaker. Het gaat dus helemaal goed. Iedereen aanraden. Ja, als ze het nodig zijn. Oh, maar schat, wij hebben laatst ook een film
gekeken. Ik weet niet of jij dat ook nog kan herinneren. En toen gingen ze letterlijk iemand traceren. Ja, met een pacemaker. Ja, dat kan dus, hè? Want je hebt gewoon een soort serienummer. Ja. En dan kun je gewoon overal ter wereld. Als de FBI je wil vinden, dan weet ze. Ik kan niet meer onderduiken. Met niet meer gaan doen. Nou, je hebt het overleefd, oma. Ja, ik heb het overleefd, maar. Wil je straks voorin zitten? Nee. Nee. Wat zeg je maar? De eigenschappen van een vis. Nou, oma is een vis. Empathisch, lief, behulpzaam, fantasierijk, intuïtief. Fantasierijk met hoofdletters, denk ik, toch? Ja. Onbaatzuchtig, idealistisch en creatief. No. Oh, kijk, crea bea. Ja. Crea bea. Maar fantasierijk is wel echt een hele sterke. Ja, maar daar moet ik wel eventjes aan toevoegen als dat fantasierijk is. Ik kan het ook verbonden lastig. Ja, dat is wel zo, ja. Ja, dat is wel zo. Ja, ik heb hele grote fantasie. Ik kreeg op de lagere school al de eerste prijs voor een opstel. Van de hele school zat ik, was ik 8 jaar. Ja? Ja. Omdat jij zo'n mooie fantasie had? Ja, en een opstel geschreven had over Sinterklaas. En dat ik allerlei dingen bijhaalde. Een beste opstel. Serieus? Ja, ja. Nou, dat is wel knap. En ik werd ook uitgekozen, ben 3 kinderen uitgekozen voor de operette. Wat is een operette? Nou, dat is een soort toneelstuk met zingen. En dat deden ze in de kolk. In Assen. In Assen. En dan ging de hele, alle lagere scholen van Assen ging met op 5 december daarheen. Ja. En ik deed mee. Serieus? Ja. Oma speelde banjo. Nee, doe niet zo. Serieus, dat was voor mij geweldig. Want ik woonde over het spoor en ik kwam nooit in de stad. Dus dit was een mooi uitje. Dat was ongelooflijk. Maar moesten wij oefenen op woensdagmiddag. Nou, het was geweldig. Met alle onderwijzers, die deden dat dan, hè. En er werden dan een paar kinderen uitgenodigd die goed konden zingen. Oh. Oh? Ja. Nou, daar is niks meer van overgebleven. Nee, ik hoor jawel, niks meer. Nee, maar ik kan goed toon houden, hè. Oké. Okay. En ik zing niet vals. Maar dat is toch geweldig, als je van een hele school 3 kinderen van uitgenodigd. Maar jij hebt wel goede herinneringen aan school. Ja, heel goed. En als je dan kijkt Marjan bij opa, want opa is net wel tweeling of net niet? Hij is tweeling. Tot opa, 21 juni is. Tot 21 juni, precies op je verjaardag. Ik val nog net onder. Nou, wat is tweeling? Ja, want wat is tweeling? Wat staat er voor tweeling? Het is dezelfde site zoeken als waar we voor oma hadden gekeken. Ja, want we zijn dus aan het kijken eventjes op internet qua sterrenbeelden. Oma is dus een vis. En opa, Marjan en ik zijn dus tweeling. Want wij zijn 8 juni, 12 juni en 21 juni. Dus wij vallen onder tweeling. Dus ik ben heel erg benieuwd. Met 3 tweelingen. Ja. Veelzijdig. Veelzijdig. Oeh. Nou, dat klopt. Qua talen ook sowieso. Intellectueel. Flexibel. Oh, hoor je dat, oma? Groot gevoel voor humor. Ja. Oh, dat is zeker. Daar wil ik je de hand op schudden. Enthousiast. Ja, zeker. Sterke communicatie. Sterke communicatie is een beetje. Ik heb gestudeerd. Maar als je dit hoort, hè, hier staat ook de minder leuke kanten van tweelingen zijn is. Oh, dit vindt oma leuk. Dit vindt oma leuk. Ja, ik zie mezelf niet zo erg, maar Enzo echt heel erg. Oh. Luister dit. Snel verveeld. Dat is echt zo. Ja, dat klopt. Concentratieproblemen. Dat klopt ook. Stemmingswisselingen. Dat klopt ook. Ook wel een beetje soms. Jawel, ook wel een beetje. En besluiteloos vind ik niet echt bij jou. Jij bent niet besluiteloos. Nee. Besluiteloos houdt in, verwoord dat is. Dat je moeilijke keuzes kunt maken. Oh nee, het is gewoon een of ander. Ja, maar dat stemmingswisseling, dat is ook zo. Maar dat je moet niet vergeten, een mens wordt ook onder andere bepaald door zijn milieu en wat hij heeft beleefd. Dat zijn ervaringen. Zeker. En daar leer je van. Dat is zeker waar. Oh, dit is ja. Maar ja, als je dan zeg maar de beste liefdesmatch op zoek voor een tweeling, dan staat er niet tweeling. Wij zijn beide tweelingen. Ja, het is wel zo, die stemmingswisselingen, dat is wel iets van vroeger hoor. Dat ik snel verveeld, snel chagrijnig, snel boos. Dan was ik echt snel boos en geïrriteerd en dan had ik stemmingswisselingen. Maar daar heb ik wel geleerd om daar wat meer mee om te gaan. Maar er stond sterke communicatie. Ja. Oké. Maar ik vind dat wel bijzonder. Ik snap eigenlijk niet zo goed hoe dat werkt. Ja, dit is trouwens jouw ketting, hè, van de tweeling, of niet? Dit is toch dat logo van Gemini, of niet? Ja. Ja, dit wat je hier ziet. Hier, ons element is lucht. Wat is dat? Lucht. Van Avatar. En het trefwoord voor een tweeling is onderzoekers en vrolijk. Oké. Ja, dat klopt. Een kwetsbaar lichaamsdeel staat er zelfs bij. Armen, handen, longen en bovenribben. Oké, dit... De planeet Mercurius. Oké. Maar dat, die planeet, dat is zeg maar de stand van de sterren, hoe dat dan stond en zo. En geluksgetal 5.
Oeh, er gaat iets mis. De kleur klopt bij mij wel. Lichtblauw, dat vind ik wel de mooiste kleur die er is. Ja. Lichtgroen of geel. Okay. Rood staat er niet tussen en zo. Dus ik denk dat je merk even moet gaan aanpassen. Maar ik vind dat van vis wel mooi van oma. Dat er staat fantasierijk. Ga bij oma ook even die mindere kant op. Ja, ja, dat vindt opa dan wel weer leuk. Dat vind ik wel fijn. Ook even de mindere kanten van een vis. Heb ik die? Heb ik die? Bang voor verantwoording. Is dat zo, opa? Nou, dat weet ik niet. Nee. Nee. Denk het niet, nee. Het eigen idee is heilig. Oh, dat denk ik wel, ja. Een beetje meer, ja. Te gevoelig? Ja. Ja, dat wel. Nee, dat is absoluut. Daar heb ik last van. Passief? Nee. Dat denk ik ook niet, nee. Nee. En pessimistisch? Nee, nooit. Wat is dat ook weer, pessimistisch? Dat je alles donker alles van de donkere zijde. Ja. Oh, okay, vaak rust nodig voor hun gevoeligheid. Dat is wel zo. Denk ik ook wel, ja. Af en toe een beetje kalm aan, oma. Ja. Hier, oma heeft wel kleur rood. Echt waar? Geel, rood, paars, lila en violet. Ja, dat vind ik hele mooie kleuren. Kleuren, ja. De planeet is Neptunus. Ja. Gevoelige lichaamsdelen, voeten en tenen. Kan je niet tegen als iemand tegen je voeten en tenen kriebelt? Kan je dat tegen? Als iemand jou kriebelt? Ik ben niet zo opgericht. Nee. Trefwoord, gevoelig en fantasierijk. Ja. Ja. Dat klopt wel, hè? Dat is wel echt heel, heel sterk, ja. Ja. Element is water. Ja, maar ik denk serieus, dat is oprecht zo. Wat je zegt, die humor bij tweeling, dat hebben opa en ik heel erg. Dat heb ik dan ook echt van opa. Nee, heb ik niet. En jij ook een beetje. En die fantasierijk heb ik echt van oma. Ja. Want ja, ik heb ook soms zo'n fantasie, dat als één... Want heel vaak zeggen mensen, ook in de vlog, maar dat hebben jullie ook wel eens gezegd, dat ik dan iets film en dat ik dan aan het praten ben en dat jullie zeggen, hoe kom je erbij? Ja. En waar haal je die onderwerpen vandaan? Dan zeggen Irma tegen oma, je slaat door. Ja, je slaat door. Ja, ja. Gewoon die fantasie. Gewoon helemaal door en door. Dat heb ik dan echt, dat hebben oma en ik heel sterk. Ja. Nou goed, eet smakelijk. We hebben lekkere hapjes. We hebben het laatste hapje nu. Lekker yoghurtje. Oma, wie belt? Ja, weet ik niet. Henk, kom op. Een mooie ringtoon. Ja, ik heb hem niet helemaal weggestopt. Oh, nu is opa te laat, oma. Ja, ik moet kijken. Kijk op, Henk. Ik denk dat het de belasting is. Oh, dan ben je aan de beurt, oma. Belasting. Nou, wie denk je dat het is, oma? Ik heb geen... Ik denk staatsloterij. Oh, god, Julia. Ja. Neem jij de telefoon wel eens op als opa gebeld wordt? Niet ik zie het Nee? Nou, ik heb expres niet zo hard gereden op de terugweg, oma. Ja, dat had ik al gedaan. Ja, dat is fijn, toch? Wel heel aardig. Ja, mooi zo. Hoi, hoi, hoi. We hebben heerlijk gegeten, dames en heren. We hebben echt een uitgebreide lange lunch gehad. We hebben daar echt een paar uurtjes gezeten, zoals joh. Het was echt... Ja, het is echt bizar. Dit is wel heerlijk. Ja, het is 3:30 al. Ja. Ja, de tijd gaat snel voorbij als je het gezellig hebt. Ik vond het fantastisch om jullie weer te zien. Ja. Jongen, te lang geleden. Ik kan je niet vertellen hoe plezier je ons hebt gedaan door hier weer langs te komen. Nou, mooi zo. Dat is fijn om te horen. Ja. Want dat is voor ons heel belangrijk. Zeker. Ja. Wij waren ook zeker wel van plan om vaker langs te komen. Ja. Maar ja. Nee, maar daar hebben we alle begrip. Je kunt ons straks helpen met afbouwen. Oh, dat lijkt me leuk. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. 5 minuten klaar. Nou, lief. Nou, oma. Dan tot de volgende keer. Nou. Vond het hartstikke leuk. Ja, ik ook. Tot snel. Mooi zo. En ik ben blij. Ik ben heel benieuwd hoe dit straks wat met jullie nieuwe huis. Ja, ja, dan moet je maar weer komen kijken. Ja. Dat wordt wel echt fantastisch. Kunnen we ook makkelijk logeren? Daar? Zeker. Hoeveel slaapkamers hebben jullie? Ja, als de tiny house in de tuin staat, dan is het helemaal. Ja. En wanneer komt de tiny house? Ik denk volgende zomer. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Ja, ja, nee, maar het is heel makkelijk. Ja, dan komt Enzo elke ochtend de ontbijtje brengen. En wat, heb je wel verteld hoe dat is gegaan? Wat? Met ontbijt brengen bij ons daar in Noord-Holland. Oh, waar jullie toen jullie trouwen, 60 jaar trouwen hadden gevierd. Dat het eten op straat lag. Van die extras. Ja. Leuk, hè? En wat gaan jullie verder vandaag nog doen? Nou, eerst eens even dit evalueren. En een dut. Met een dikke prijs van een 10. Mooi. Plus. Dat is mooi. Ja. En ik hoef geen eten meer te maken. Dat is ook heerlijk. Ja, dat scheelt ook wel. Niet in een warme caravan te staan. Lekker. Nee. Uitgebreid, maar je opa wil elke dag uitgebreid. Nou, dat snap ik. We moeten het ervan nemen, hoor. Ja. Is dat weer jouw fantasie die nu spreekt, of is het echt zo? Hoe goed hij eruit ziet. Ja, dat is wel zo. Mijn werk. Ja, opa ziet er wel altijd goed ik uit. Ik hou hem heel
strak. Maar weet je ook wat het mooiste compliment is wat ik altijd krijg van iedereen? Nou? Dat jullie er nog altijd zo goed en jong uitzien. Nou. En dat is denk ik dan het grootste compliment voor oma. Dat ze jullie huis zo mooi vinden. Oh, van binnen. Modern. Ja, modern. Modern huis voor 80 jaar. Nou. Ja, dat is echt zo, ja. Daar ben ik ook heel trots op. Dus dat is wel echt heel netjes, ja. Dat is een ding. Ja, daar heb je ook goed voor gezorgd. En nu de nieuwe stoel, hoe bevalt die? Ja, die kan er zo heerlijk in slapen. Ik mag er helemaal niet in. Mag je er niet in? Nee, maar het is ook opa's stoel. Verboden gebied. Ja, dan hebben we ook meteen een cadeau voor oma als jarige. Ja, klopt. Ook een stoel. Dan rood. Oké. Nee, maar dat is heel handig. Ja, hij ligt erin als een vorst. Maar ja, ik mag er niet in. Als een vorst? Ja. Wat is dat? Nou, dat is een gezegde. Als een koning. Een koning heet ook een vorst. Serieus? Ja. Oh, dat weet ik helemaal niet. En als die gaat liggen, ja, die heeft natuurlijk de allermooiste, duurste en de fijnste. En allemaal mooie dames om zich heen. Ja. Dat weet ik niet. Nou, maar dat heb ik ook... Eentje. Nou, daar heb je ook meer genoeg is ook aan. Meer dan zelfs. Oma, ik ga jou dan binnenkort bellen op je mobiel, hè, oma? Oké. Wel opnemen, hè? Ja. Oké. Doei, doei. Doei. Nou, dan gaan we. Gaan we er weer vandoor. Gaan we een uurtje en een kwartiertje weer rijden naar huis. Zo, dat is echt... Ik had het de laatste over. Dat de dagen dan snel voorbij kunnen gaan. Ja, dit is echt niet normaal. Ja, vanochtend hadden we natuurlijk wel wat vertraging door die lekkage van de badkamer. Maar als we thuis zijn is het bijna 5 uur. Ja, is de dag gewoon weer bijna voorbij. Kunnen we al bijna avondeten. Ja. Ja, echt bizar. Maar we hebben echt superleuk gehad. Open oma echt te lang niet gezien. Jullie weten het ook door de vlogs dat wij echt vaak naar open oma gaan. Dat vinden we ook echt superleuk. Altijd gezellig, lekker praten en lachen. Maar ja, nu was het gewoon echt al 5-6 weken geleden. Dat is echt veel te lang. Dus we gaan binnenkort weer een keertje heen. En ik denk dat binnenkort dan bij hun thuis weer is. Maar wel hartstikke leuk. Was echt super gezellig. Oké, dames en heren. We zijn weer thuis. We gaan even kijken of het werkt. Mario die zet als het goed is het water er weer op. Ik heb even wat tape eromheen gedaan. Want anders kunnen we geen wasjes draaien. En we hebben best wel wat was. Nee, dat gaat niet goed. Nee, doe maar weer uit. Zie je, het lekt echt best wel. Nee, dat gaat niet werken. Oké. Dan moeten we de wasjes heel even een dagje uitstellen. Want hij lekt echt te veel. Ik had al een wasmand gepakt. En een emmer. Maar hij lekt zo erg. Het is gewoon echt puur dit slangetje wat dus niet meer goed is. Dat is het enige. Nou, that's it. Ik kreeg een vinger tussen dat ding. Tussen die kraan? Ja, nu heb ik zo'n knijblaar. Oh, die knijblaar is echt vervelend. Oh, dat doet echt zeer. Gewoon het velletje ertussen en ik deed hem nog zo verder. Oh. Ja, die moest op kwartslag draaien. Ja, goed. Ik dacht, ik kan het altijd eventjes proberen. Waar tape soms wel niet goed voor is. Maar helaas, dit gaat niet gefixt kunnen worden met tape. Dames en heren, het was weer bloedje heet vanavond hier in huis en in de studio's. Echt niet normaal. Ik heb wel even een paar uurtjes gegamed. Het was wel echt super relaxed. Ja, genoten. En het was echt super tof om open oma weer te zien. Dus heerlijk dagje zo. Niet zo heel veel gedaan, maar wel relaxed. Morgen zie ik jullie weer bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Ik zou zeggen, vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.